Ik ben eigenlijk kinderverzorgster van een opleiding en ik heb daarna communicatie en public relations gedaan. Rond 75, 76 was ik eigenlijk al aardig wat onderweg en ik had zo'n beetje de microbe van het reizen te pakken. Het is dus geconfineerd, het is geen slotvoorziening. Ik ga vertrekken om 45 slotvoorziening. Toen dacht ik, ja, waarom niet een job zoeken in die context? En zo ben ik dan eigenlijk best wel bijna terechtgekomen. En we hebben in economie ook... het is natuurlijk passagiers waarvan één speciale maaltijd een vegetariër. Ik ga een kopijtje geven en kun je gemakkelijk de catering nachecken. Dan voor Effie, jij zorgt voor de papieren misschien van Monde. Even nakijken, de landingskaarten en de papieren van de bak, dat die allemaal ingevuld zijn. Ga je dat doen? Ja. Good morning, sir. Bonjour, monsieur, bienvenue. Good morning, welcome. Bonjour, goedemorgen. Mesdames et messieurs, bonjour. Au nom du commandant Berthaud et son équipage, nous vous souhaitons la bienvenue à bord de ce vol Sabena à destination de Londres. Le temps prévu sur Londres est de 45 minutes. Nous vous souhaitons un agréable voyage avec nous. The door is closed and the count is correct. Thank you. And we shall start the engine. In het begin van mijn carrière was ik op lange afstandsvlucht. Ik had eigenlijk zo'n beetje Europa. Ik dacht toen, dat is een autobus. Ik ga even weg en terug. En dat zag ik zo niet zitten. Nee, ik wist het niet. Ik dacht, nee, daar wil ik niks mee te maken. Maar dan eigenlijk langzaamaan is dat contact met de passagiers, dat vond ik ineens, dat was boeiend. Dat werd echt interessant, omdat ik begon te voelen van die dynamiek in de cabine, het groepswerk van die equipe, die klanten kan tevreden stellen, dat is toch wel echt een belangrijk facet in de job. En ik begon het graag te doen. En dus de plaats zelf begon voor mij minder belangrijk te worden. Dames en heren, zoals onze gezagvoerder aankondigde, hebben wij nu onze daling naar Londen ingezet. Wij verzoeken uw veiligheidsgordel vast te maken, de rugleuning van uw zetel rechtop te zetten en eveneens de tafeltjes voor u dicht te klappen. Dank u. Het is inderdaad zo dat op Londen, dus het wel voorval is eigenlijk wegens het drukke luchtverkeer boven Londen, zodat dat wij daar regelmatig toch wel problemen met hebben. Ook soms het weer, Londen mistig. Dat zijn zo de klassiekers, zodat we eigenlijk niet echt in de hand hebben. En die mensen die niet veel reizen, soms niet juist kunnen inschatten. Good morning, London. There is nothing special today. Okay for the passengers? Yes. Au revoir. Goodbye, sir. Bye-bye. Have a nice day. Bye-bye. Goodbye. Goodbye. Au revoir. Bye-bye. Enjoy your day. Goodbye. Het is niet echt hard werk. Het is intensief. Het is even intensief, maar het is ook zo dat wij eigenlijk, als je naar onze vluchtprestaties kijkt, wordt dat uitgerekend in blok-bloktijd. Dat is dus het moment dat de motoren aangaan en gestopt worden. Dat is een intensieve tijd. Dan is men ook elk landgericht bezig. De tijd daar rond wordt dan niet echt meegerekend in werkprestatie. Dames en heren, goedemorgen. Ik ben Bie Brugmans, uw purser voor deze vlucht. Namens gezagvoerder Berthaud en zijn bemanning. Welkom aan boord van deze Sabena-vlucht met bestemming Brussel. We zullen Brussel bereiken na een vliegtijd van 40 minuten en we wensen u een aangename vlucht met ons. Nog even door naar Barcelona. Er was niet zoveel tijd tussen de twee vluchten. Maar dat was dus ook weer hetzelfde scenario. Alles moest aangebracht worden en nagekeken. Je moet openstaan voor al die afwisseling en je moet er eens goed over nadenken als je zegt van ik hou van afwisseling, want je moet een sterke dynamiek hebben in de zin van sommige mensen zeggen ik ben een ochtendmens, ik ben een avondmens. Nu sowieso als je bij Sabena werkt, wordt je klokje wel door elkaar geschud. Hartelijk welkom aan boord van deze Sabena vlucht met bestemming Barcelona.
Wij zullen Barcelona bereiken na een vliegtijd van 1 uur en 35 minuten. En we wensen u een aangename vlucht met ons. Pull the mask towards you. Place it firmly over your mouth and nose. Pass the elastic band over your head and breathe normally. Your life jacket is stowed in a pouch under your seat. Een goede service volgens mij is een service die je niet ziet. Je moet de klanten voor zijn. Dat is iets wat je leert. Je leert naar de klanten kijken. Zijn er soms scheldpartijen dat men echt naar de aerostess toe zeer onvriendelijk wordt? Dat is al gebeurd. Het is ook al gebeurd dat bijvoorbeeld twee klanten met elkaar beginnen ruzie te maken. Inderdaad, er is zelfs een lichte stijging van agressie, maar die is eigenlijk niet alleen de luchtvaart, dat is sowieso in deze maatschappij zo. En dat speelt uiteraard in. Je ziet wel eigenlijk toch veel mensen die schrik hebben, maar ze verbergen het tamelijk goed. Maar het is door de gewoonte dat je dat wel leert zien. En het is heel belangrijk dat je het eigenlijk zo snel mogelijk ontdekt. Nu heb je de laatste tijd meer en meer spontaan mensen die durven zeggen van ik heb angst. En het is normaal dat je angst hebt. Je gaat in de lucht, je weet niet wat er gaat gebeuren, de geluiden zijn onbekend. En daarin spelen we eigenlijk dan wel een heel belangrijke rol van die geruststelling te geven. Hoe groot is het vliegerpersoneel momenteel? Er zijn momenteel 1250 cabinepersoneel. Op Europa ongeveer 550. Dagelijks werk ik met iemand anders. Als je naar Sabena komt, ga je daar niet zomaar allemaal missen zien rondlopen. Oké, daar zijn mooie meisjes tussen, maar het is niet zozeer naar de klant toe. Als een klant aan een vliegtuig denkt en aan een reis denkt, gaat hij niet in de eerste plaats volgens mij denken aan ik ga met een heel mooi meisje vliegen. Hij gaat denken van ik wil op tijd zijn, ik wil een goede zetel hebben, ik wil eventueel een lekkere hap hebben. En als ik nog een vriendelijke bediening krijg, wel, dan is dat wel nog eens erbij genomen. In de opleiding is er uiteraard een groot technisch gedeelte dat aan het vliegtuigtype verbonden is, wat dus een gedeelte qua safety uiteengezet wordt. Dat heeft vooral te maken met al wat het materiaal dat aan boord is, dat met de veiligheid te maken heeft van de passagiers, tot in detail uitgelegd wordt. Er wordt ook een zwemoefening gevraagd in het zwembad en we krijgen een opleiding bij de brandweer. Is iedereen er? 2, 4, 8... Goed, wel, we gaan dus naar de kleine gaskamer. Je hebt gezet er misschien al geweest. Ik ga u vragen om altijd samen te blijven. Roken is ten strengste verboden. Trouwens, als het om de rook te doen is, daar zullen wij wel voor zorgen. En jullie gaan die allemaal solidair inademen, die rook. Dus dat is geen enkel probleem. Als jullie daarmee akkoord zijn... Ja, schuif maar door. Schuif maar door. Misschien heeft u het wel opgemerkt, het was een zeer efficiënt blusmiddel. Zeer snel blusmiddel. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Oké, let's go. Accoupi. Bonne distance. Pas trop de poudre. Doucement avec l'eau. C'est un liquide qui brûle en dessous, un petit coup de poudre. Vous n'allez pas l'éteindre à l'eau, visez bien la base des flammes. Ok. Perfect. J'ai toujours rêvé de voler depuis que j'étais très jeune. Vous savez, c'est le rêve d'après la guerre, quand on voyait les avions, tout ce qui était nouveau. Et quand je suis arrivée à la Sabena,
je l'ai fait parce que j'ai vu qu'il y avait d'autres personnes qui l'avaient fait avant moi. Et j'ai été très déçue parce que je n'avais pas réussi mon premier examen écrit. Et ça, je ne l'ai pas accepté parce que je savais que je l'avais réussi. Et je suis allée demander une audition chez le chef du personnel et je lui ai expliqué que je voulais absolument voler, que si je ne le faisais pas, vous savez, j'avais l'impression que ma vie allait s'effondrer et que je ne pensais pas que j'avais raté cet examen. Il a eu pitié de moi. Il a sorti mon dossier, il a dit en effet que j'avais réussi, mais que j'avais porté des lunettes. Et à cause de ça, je n'ai pas été acceptée. J'ai dû rester pendant 5 ans au sol, au service accueil, qui était très bien, entre parenthèses. Je m'étais beaucoup plu là aussi. Et au bout de 5 ans, j'ai réussi quand même à voler. Alors ça, c'était vraiment le paradis pour moi. Je suis allée à France, j'ai été acceptée et j'ai suivi des cours, de petits cours. Et puis, j'ai passé les examens en France, tout passait très bien. Jusqu'au moment où on m'a dit oh, « mais vous avez un passeport belge, ça ne va pas, nous ne pouvons pas vous engager, nous n'engageons que des Français. » Bien, le directeur d'Air France à ce moment-là était vraiment très, très compréhensif et il m'a dit « mais écoutez, il y a une compagnie belge aussi en Belgique, pourquoi vous n'allez pas voir là ?» Le directeur me dit bah, « écoutez, je vais voir, mais vous n'aurez pas de réponse avant un petit temps. Il me faut au moins un mois pour faire une enquête sur votre famille. » Je dis, mais ma famille, je crois, est honorable. Oui, il dit, mais c'est l'habitude de la maison. Nous devons faire une enquête sur nos employés. Et comme vous, c'est à l'étranger, ça prendra bien un mois. Alors, j'ai dû attendre encore un mois. Het was 1956 en ik had juist mijn studies gedaan als sociale assistente. Er kwam een diensthoofdster van Sabena in mijn school om eventueel hostessen te ronselen. Ik had ten eerste nog nooit gevlogen, nooit een vliegtuig van dichtbij gezien. Dus dat was wel een avontuur, maar ik wou me er wel instorten in dat avontuur. En ik ben me dus gaan aanbieden te Melsbroek, waar ik voor een jury terecht kwam van ongeveer 8 personen. Die mij dus ten eerste het fysiek, zekere maatstaven van een fysiek dat ik ook niet aanvoelde, maar ja, een doorsnee, jonge vrouw. Ik denk dat ze dat wilde. Die dan ook talen sprak. Pour commencer, il y avait la taille. On ne devait pas être trop petite ni trop grande. Parce que les avions, c'était à ce moment-là des DC-3. 21 passagers, et c'était des petits avions. Alors, donc, il ne fallait pas être trop grande non plus. Il fallait parler les langues, bien sûr, être agréable à regarder. On ne demandait pas d'être des pin-up, mais des jeunes femmes souriantes et surtout bonne santé et bon caractère. Partir à l'étranger, tout seul, dans un avion, il fallait déjà lutter avec la famille pour que la famille accepte ça. C'était travailler la nuit, quand les autres femmes ne travaillent pas la nuit. Et là, il y avait une exception pour nous, on travaillait la nuit. Toen ik in die wereld stapte en ik op lange afstand ging vliegen, dan leefde ik bijvoorbeeld gedurende 12 dagen als enige vrouw met 5 mannen in de cockpit en 2 in de cabine. Dus kunt u zich voorstellen, een jong meisje. Imaginez-vous une jeune fille, jeune, qui était bien de sa personne, qui devait déjà pour commencer travailler toujours impeccable avec des talons au moins de 10 cm à l'époque. C'était le règlement, on ne pouvait pas voyager avec des talons plats. C'est ridicule, mais c'est comme ça. Et le passager, nous voyant toujours déambuler dans cet avion, s'il avait peur, eh bien, il nous regardait et on arrivait à le calmer. Et puis, on pouvait toujours leur parler, leur expliquer. Il faut parler aux gens quand on voit que les gens ont peur. Je dois vous dire qu'à cette époque, il y avait beaucoup d'avions encore à hélice. Les avions à hélice ne pouvaient pas monter au-delà de 4 mètres d'altitude. Et en dessous, il y avait beaucoup
d'interférences, les nuages. Et on était souvent secoués, le mauvais temps. Puisqu'on ne savait pas aller au-dessus de 4 000 mètres, on devait supporter ce mauvais temps. Alors, on était parfois secoués. Il y avait des gens qui étaient malades. Actuellement, il y a très peu de gens qui sont malades. Ça n'existe quasi plus maintenant. On jouait aux cartes avec les passagers, on jouait aux échecs avec les passagers, si vous saviez jouer aux échecs, ou on faisait énormément ce qu'on appelait le contact passager. On parlait aux passagers. Les passagers souvent nous racontaient leur vie, ce qui était très drôle, mais ils avaient aussi besoin de parler. Comme il n'y avait pas de cinéma à bord comme il y a maintenant, c'était beaucoup plus agréable pour l'hôtesse parce qu'elle avait beaucoup plus la sensation d'être très utile à bord. En général, vous savez, les gens étaient francophones. La Sabena était très francophone au moment où je suis arrivée, moi, en 50. Ce n'est qu'à partir de 52-53 qu'on a vu arriver vraiment des hôtesses néerlandophones, qui étaient vraiment néerlandophones. Avant, c'était des francophones qui connaissaient le flamand. Ik kwam in een wereld terecht waar men hoofdzakelijk Frans praatte. Dat was het begin, in 1956. Ik stapte in een cursus waar men radio gaf, waar men navigatie gaf, volledig Frans. Ja, langs de ene kant heeft mij... Dat was een grote schok natuurlijk en zeer moeilijk, maar ik ben erin gelukt. Die eerste vlucht die deed je dan met een Tsjech hostess. En dat was nogal een heel strenge dame. En dat ging moeilijk tussen ons. Ik was eerder het timide type en zij was een autoritaire vrouw. Dat was in de winter, het was in Convert. En ik moest dus vestiaire voor 40 mensen op mijn rug hebben. En ik was aan het transpireren en van de schrik. En geïntimideerd tegenover die dame natuurlijk. En zo gauw dat het vliegtuig begon te dalen, waren die zenuwen er. En Nora was natuurlijk ziek. Vlug naar de toiletten en dan klopte ze al op de deur. Miss, want wij noemden ons Miss dus. Miss, buiten. De passagiers gaan uitstappen. Dus terug een beetje opgefrist aan de deur. En zo ging dat 3 dagen. En ik had een afschuwelijke nachtmerrie, want ik dacht, ik ben niet geschikt om te vliegen. Ik ben ziek, zoals men dat noemt. En de 4e dag was die dame zelf, had een verkoudheid of was ziek, kon niet komen. Werd vervangen door een heel lieve dame. Dus ik deed die vlucht ermee en ze zegt, maar met u zijn geen problemen, dat gaat allemaal heel goed in orde gaan. Ik gaf ook een vestiaire aan de passagiers. Ik heb nog niet gevoeld dat we aan het talen waren. Ik wist nog niet dat we op de grond al waren. En ik stond stralend mijn passagiers een goede dag te zeggen. En dan hebben ze me gezegd, nu you're on your own. Nu mocht je alleen vliegen. Je n'ai pas été tout de suite sur l'Atlantique. J'ai fait le voyage atlantique une seule fois, au DC-4. Et après, j'ai fait assez bien d'Afrique. Vous savez, c'était par secteur. Nous étions partagés entre les secteurs Europe, le secteur Atlantique et le secteur Afrique. Ik heb maar enige maanden op Europa gevlogen en ben ik zo biedt naar Amerika geweest. Ja, dat was waarlijk een droom, hè? Wanneer we eerst zo in Amerika landen. Het was allemaal zo nieuw. Hè? Dat waren in de jaren 50, 55, 1956. Alles was nieuw wat we daar zagen en veel goedkoper. Eh bien, aller au Congo, ce qu'on appelait à ce moment-là le Congo belge, eh bien, à l'aller, c'était assez agréable. Les gens étaient... heureux, les femmes retrouvaient leur mari là-bas. Mais au retour, ils revenaient à peu près tous les 3 ans en Belgique. Et au retour, ils avaient souvent beaucoup d'enfants. Et il y avait beaucoup d'enfants dans cet avion. Et là, les femmes n'ont pas
n'avaient plus l'habitude de s'occuper de leurs enfants. Et ils avaient les boys pour s'occuper des enfants. Il y avait des mamans qui servaient de nurse. Et à bord, ils croyaient que nous étions là aussi pour ça. Et parfois, je me suis trouvée des nuits avec trois bébés dans les bras, un au pied dans un petit berceau et puis deux autres. Et la maman qui dormait, parce qu'elle était fatiguée, d'accord. Mais nous, c'était un peu compliqué. Hoeveel verdiende u? C'était pas beaucoup. 2700 francs belges par mois, plus 25 francs de l'heure de vol. C'était pas beaucoup. Mais c'était... On ne pensait qu'à une chose, c'est voir le monde, c'est voyager, c'est les escales, bien sûr. Et à ce moment-là, les escales étaient plus nombreuses parce que l'avion ne pouvait pas faire des allers-retours le même jour. Ça fait qu'on avait beaucoup de chance de voir beaucoup de pays à ce moment-là. De korte vluchten hebben mij nooit gezeten. Ik wist in feite niet over wat ik het had, maar achteraf gezien, al die jaren dat ik vloog, als ik na een nachtvlucht van Afrika, van Amerika, na een nachtvlucht aankwam hier, te Zaventem, en ik zag mijn collega's van korte afstanden vertrekken, aftershaves morgens, en ik kwam dus na een nachtvlucht niet al te fris terug, dan vond ik dat waren precies bankbedienden. Ik hoop dat ze het mij niet kwalijk nemen. En ik vond dat ik het avontuur had gehad. Dat was het verschil. En eens dat je dat in je hersens hebt, ja, natuurlijk, dan verandert je niet meer. Si je n'avais pas été hôtesse de l'air, j'aurais gardé quelque chose toute ma vie à ce point de vue-là. Pourtant, je n'ai volé que deux ans, un an et demi. Waarom hebt u zo kort gevlogen? Mais je me suis mariée. Vous savez, à ce moment-là, on ne pouvait pas se marier. L'hôtesse de l'air devait être célibataire. Alors, c'était un choix à faire. C'était très dur. Mais j'ai choisi mon mari. Bon, je ne l'ai pas regretté non plus. Enfin, c'était une nouvelle orientation. Mais miste u dat dan niet? Mm-hmm. Oui, au début, c'est très dur. Mais j'ai demandé de continuer au sol. Je suis la première hôtesse de l'air, je vous assure, qui a demandé de travailler au sol après. Parce que ça ne se faisait pas. Het zijn dezelfde vliegtuigen meer ook. Hè? Nu zijn het 737, ja. Bij ons waren dat meer Convair. Caravelle, DC6, DC7. Boeing was er ook al. De Boeing was er al. In het begin, hè? De 737 en de DC6 op Afrika. In 1962, La Sabena a décidé de faire un service spécial pour accueillir les passagers en transit. On s'est rendu compte que la Belgique étant un petit pays, le potentiel de passagers ne pouvait pas alimenter une compagnie aérienne. Et la Sabena a toujours vécu avec les passagers en transit, les passagers qui venaient d'ailleurs. Il y avait énormément de concurrence à ce moment-là parce qu'il y avait une émigration qui se faisait à partir des pays de l'Est vers l'Amérique, le Canada et les États-Unis. Et ces gens, donc les compagnies de l'Est ne pouvant pas atterrir en Amérique, ils envoyaient leurs passagers sur d'autres lignes européennes. Et c'était une concurrence folle, hein. Tout le monde essayait d'avoir ses passagers. Et les Sabena dit, nous allons faire quelque chose de spécial. Hein. Des jeunes filles qui parlent beaucoup de langues, qui parlent les langues de ces pays-là, nous allons les accueillir d'une façon absolument extraordinaire pour avoir le plus possible de monde. Elles devaient être disponibles, elles pouvaient aller vers les gens et dire, mais help you, hein. Ça, c'était notre leitmotiv d'ailleurs, mais help you. On était à la recherche de tous les transits dans l'aéroport. Quand on en trouvait un, on lui disait, mais help you. Et ce passager était très heureux, hein, de savoir que quelqu'un s'occupait de lui, qu'on allait lui donner un repas, peut-être loger dans un hôtel. Tout ça, il ne le savait pas. Hein. On lui offrait, quand vous offrez quelque chose aux gens, ils sont toujours très heureux. Bejaarde mensen die volle hoop naar de Verenigde Staten vertrokken, waar hun kinderen dan al een paar jaren verbleven. En die mensen die hadden meestal ja, al wat ze bezaten, al hun bezittingen verkocht voor die reis te kunnen betalen. Maar dat was dan heel dikwijls zo het echte oudje met de sjaal nog gebonden en zo, die van het doosblok kwam met haar zakje bij. En dat was het avontuur van hun leven. Want die mensen hadden dikwijls hun dorp nog niet verlaten. En die kwamen hier dan ineens in die futuristische wereld
terecht. En dat was het doel van die meertaligheid, om die mensen in hun eigen taal te kunnen opvangen. En daar waren onze collega's die Grieks spraken en Russisch en Sloveen en dat allemaal heel, heel nuttig in. Om te beginnen hadden wij de verantwoordelijkheid om te checken of hun medische papieren in orde was. Wij trokken dus simpelweg met een van de busjes de trap van de exit naar buiten. En die werden dus daar naar de medische dienst gevoerd en die werden daar ter plaatse gevaccineerd. En kregen dus een officieel attest met de rest van de papieren. De röntgenfoto's die ze meestal toch wel mee hadden. Een visum, tweede punt. Want zonder dat kom je gewoon... Ja, dan wordt de deur dichtgeslagen als je zo in de steeds toe komt. Dat is nog steeds waar. Dus dat was een van de eerste problemen die wij dus met hen hadden. En was er iets tekort, ja, dan gingen wij soms mee naar de ambassade. Ja. Mochten wij vervoer bestellen en dan begeleiden wij die mensen. Om ging er nogmaals tolk te spreken. Ja. Of gewoon maar te helpen en hun te tonen wat ze moesten doen. Die mensen die konden dikwijls niet schrijven. Hè. Et au bout de 14 ans, là je comprends la Sabina, on s'est rendu compte que les pays de l'Est allaient eux-mêmes en Amérique, donc ils avaient obtenu l'autorisation d'atterrir là-bas, donc ils prenaient au fond leurs émigrants avec eux, et alors le nombre de transits avait baissé. Alors on trouvait bon que c'était un service de luxe, il fallait faire des sacrifices, il fallait faire des économies, on nous a éparpillés dans d'autres services. C'était fini avec Mlle Sabina au bout de 14 ans. In 1964 studeerde ik talen, en ik reisde heel graag. Ik hield echt van reizen, ik wou de hele wereld rondreizen. Daarvoor was ik juist talen gaan studeren. Dus toen ik een advertentie zag staan in de krant, heb ik me aangeboden bij Sabena. En ik heb dat eigenlijk allemaal een beetje achter de rug van mijn ouders moeten doen, want die waren daar natuurlijk niet zo enthousiast voor. De voornaamste reden daarvoor was dat ik naar Brussel moest komen wonen, alleen op een kamer. Dus ik was het huis uit. Ik was al 21 ondertussen, maar dat was toch iets ergs. Ongetrouwd, dat vonden ze echt niet goed. En dan moest ik ook gemaquilleerd zijn, maquillage op de ogen, de lipstift, hoge hakken. Ik weet niet, ze stelden zich zeker voor dat ik daar zo in de broes ergens ging rondlopen zo, en helemaal alleen. Of ik weet, ze waren er echt bang voor. Het uiterlijk, ik zal zeggen, daar werden wij op gedrild. Men was daar zo niet van overtuigd toen men binnenkwam. Maar een chef-hostess, zoals mevrouw Stassaar, die kon u daarin drillen dat je in feite goed moest overkomen. Uw haar moet gekapt zijn en je moet er goed uitzien en je moet make-up dragen. Dus dat is uw beroep, dat maakt daar deel van uit. In die tijd had Sabena een wereldnet. Wij gingen overal. In Zuid-Amerika, Noord-Amerika, Afrika, het Verre Oosten, Midden-Oosten. Al wat Amerika was, heeft altijd mijn voorkeur gehad. Ik heb heel veel op New York gevlogen. Atlanta, Detroit, Chicago. Maar meestal New York. Het was een echt avontuur van daarin rond te kuieren. Ik ontdekte de musicals, ik ontdekte gewoon het Amerikaanse leven. Bijvoorbeeld lingerie in nylon, dat bestond niet bij ons. Dus kunt u indenken wat een lui lekker land dat ik daar, waar ik in terecht kwam. Mooie kleren gaan kopen, ik bedoel, redelijke goedkope kleren. Bij ons was het allemaal veel duurder. Wij deden Brussel, Noordpool, Anchorage en dan Anchorage, Tokio. En kreeg u speciale opleiding? Ja, daar kregen we een heel speciale opleiding voor. Ja, dat was wel heel interessant en plezant zelfs. We moesten onder andere leren hoe we een iglo moesten bouwen. En ook bijvoorbeeld als we moesten landen, dan kon het gebeuren, of dan zou het zeker gebeuren, dat mensen aan kou leden.
mensen, vooral mannen, moesten dan twee vrouwen, dus twee hostessen, of moesten we ook dames van de passagiers met een man samen in een slaapzak stoppen om die man op te warmen. Dus dat vonden wij dan zo leuk, daar moesten we dan natuurlijk om lachen. Gelukkig is dat niet gebeurd. Elkaar moeten volgen, op de tast gaan zoeken en dan een lichtschijnsel gezien. En pas als we de vlam gezien hebben, hebben we kunnen blussen. Wat is uw beroep eigenlijk? Stewardess. Technische problemen die heeft men, als men 33 jaar gevlogen heeft, heeft men er heel veel meegemaakt natuurlijk. Wat die angst betreft, heeft men echt angst, dan kan men dat beroep niet blijven uitoefenen. Men kan geen 33 jaar met angst leven, dat is niet mogelijk. Wat ik wel heb ondervonden, dat is een voorbeeld dat ik altijd zal onthouden. Ik deed dus een vlucht in 747 op Montreal. En tijdens het landen ging het landingsstel heel moeilijk uit. Daar waren moeilijkheden mee. En dat maakte een angstaanjagend lawaai. Dat vliegtuig schudt verschrikkelijk. Het vliegtuig was vol passagiers. En er was een zeker hysterie in die cabine. Wij, zo gedrild, zijn direct in die cabine gegaan en kalmeerd. En het is niet erg, wij gaan veilig landen. Het is enkel maar dat angstaanjagend lawaai, dat is niet erg. En we zijn heel veilig geland. Het was een serieus technisch probleem. Dus die passagiers werden met andere compagnies naar huis of op bestemming gebracht. En wij bleven met het vliegtuig. Brussel besliste dat in Montreal dat niet correct kon gerepareerd worden en besliste dat wij dus in een leeg vliegtuig naar New York moesten vliegen om het daar te laten correct repareren. Dus ik wist wat er voorviel. Ik wist absoluut, ik had het al meegemaakt. En ik stap in een volledig leeg vliegtuig enkel met mijn collega's. Dat lawaai begint natuurlijk terug. Ik ben zo wit geworden, met knikkende knieën. Ze hebben gezegd, Nora, ga zitten, jij hebt angst. En ik had angst, ik had geen publiek niet meer. Ik denk dat het daar zit. Wij zijn aan boord van een vliegtuig voor de safety. En die plateau dat komt op de tweede plaats. Dat is eigenlijk maar een detail om passagiers bezig te houden. Wij zijn aan boord voor passagiers in geval van nood uit dat vliegtuig te krijgen. Dames en heren, dit is een noodoproep. De gezagvoerder heeft beslist om een noodlanding te maken. Discipline en samenwerking zijn nu van het grootste belang. To all passengers and crew, brace, brace, brace. Evacuation, evacuation, evacuation. Time to sit, hands up. Time to sit, hands up. Na 8 jaar was ik zwanger. Ik heb een jongetje gekregen. En toen kon men nog geen postcarrière krijgen. Men moest dus doorvliegen. Ik geloof dat was 9 weken na de bevalling, moest ik terug het vliegtuig op. En ik had me er zelf niet aan verwacht, maar ik was waarschijnlijk moederlijker dan ik eigenlijk gedacht had. En dat kindje achterlaten bij een dame, die daar trouwens heel goed voor zorgde, dat was voor mij heel moeilijk. Tegelijkertijd waren er ook veel vliegtuigkapingen, bomaanslagen in de luchthavens. Toen was ik trouwens bang, niet zozeer van het vliegen, maar van alles wat erom was. Van het vele in het Midden-Oosten was het alt, was het mis. Beirut, wij vlogen op Beirut, wij vlogen op Tel Aviv. Cyprus was het ook mis. Eigenlijk het ganse Middellandse Zeegebied was het een beetje gevaarlijk.
En ik kon het niet meer uithouden. Ik heb mijn ontslag ingediend en ik ben thuisgebleven. Is het nu omdat het 33 jaar was, waren? Dat kan. Omdat het zo lang was en dat ik... Ik heb altijd gezegd, il faut partir pendant que l'orchestre joue encore. Dat heb ik ook gedaan. Dus dat is langzaam gekomen. Op een gegeven moment heb ik gezegd, nu nog 10 vluchten, nu nog 9. En zo is er een countdown gekomen. Ik ben niet stilgestaan met mijn laatste Afrika, met mijn laatste dit, met mijn laatste... Ik heb er gewoon niet meer bij stilgestaan. Het ging als een heel natuurlijk procedé. Ik heb er geen pijn van gehad. Het is gewoon een bladzijde dat ik met veel plezier heb omgedraaid en waar ik nu met veel genoegen aan terugdenk. In 1962 mochten we niet trouwen of ons contract werd geschorst. In 1963 hebben we dat wel bekomen dat we mochten trouwen en verder vliegen, maar op 40-jarige leeftijd was het gedaan met vliegen. Dus daar werden we aan de deur gezet. Of eventueel moest er plaats zijn. Volgens onze bekwaamheden mochten we op de grond werken. Maintenant, une femme à 40 ans n'est pas une vieille femme. Mais à l'époque, on trouvait déjà qu'à 40 ans, on devenait vieux, qu'il fallait un petit peu, hein, qu'une hôtesse devait toujours être élégante, jolie, jeune. Enfin. Alors, on trouvait ça. Mais c'était pas juste. Wij vonden dat een vrouw van 40 er even goed uitzag dan een man van 40. Die mocht kaal zijn, die mocht een buikje krijgen en wij moesten er goed uitzien. En dan hebben we dat aan Sabina gevraagd. En dan heeft Sabina gezegd, oké, u mag vliegen tot 45 maximum. Maar wij moesten een schoonheidscommissie doorstaan ieder 2 jaar. Dus vanaf 38 jaar moesten wij dus voor een schoonheidscommissie komen. En là, il y a eu une petite révolution. Ça, les hôtesses ont refusé. Elles ont refusé, elles ont dit non. Ça, nous ne sommes pas la foire. Elle dit, ça on refuse. Il y a eu à ce moment-là un grand remous dans la société. En dan hebben wij in 1971 de Belgian Corporation of Aerostasis opgericht, dus een beroepsvereniging. En hebben echt gevochten om ten eerste dus dezelfde loopbaan te hebben als onze mannelijke collega's. En in 1971 werden wij dan niet toegelaten tot die vergaderingen. Dus dan hebben wij moeten een proces inspannen bij de Raad van State. Hebben we gewonnen. En zo stilaan, met de hulp van veel vrouwenbewegingen, hebben wij dan eindelijk die schoonheidscommissie kunnen aflasten. En in 1978 hebben wij bekomen dat wij verder mochten vliegen tot 50 jaar. En dan is het eigenlijk automatisch gekomen ook tot 55. De gelijke loopbaan zoals onze mannelijke collega's. En 55 is dus de limiet. Zowel nu voor dus het vrouwelijk als het mannelijk cabinepersoneel. Ik vind het goed dat men jong begint. Absoluut. Er is een zeker categorie passagiers. Meestal de mannelijke passagiers, zou ik ze zo noemen. En de jongere mannelijke passagiers, die liever de jongere hostessen, en ik geef ze gelijk, fris, lief, al wat je wilt, maar weinig ondervinding. Oudere passagiers, of ervaren passagiers, zou ik het eerder noemen, hebben liever een beetje oudere hostessen, met meer maturiteit. In het begin was ik niet van plan om zo lang te blijven. Ik dacht zo 3 of 4 jaar tijd van de echte te ontmoeten en dan een gezin te stichten of zo. En dan zullen we zien, want ik zag zo niet familie en vliegen. Maar als het dan op toekomt, ja, dan verander je natuurlijk van gedacht. Hij heeft wel gezegd, moest het zijn dat we nu kinderen willen, wat gaat u dan doen? Ik zeg, ja, dan zal ik misschien terug op Europa gaan eigenlijk, als dat... Dan moet eigenlijk. Maar dan hebben we gezien dat het eigenlijk niet de goede oplossing was voor ons. Van op Europa terug te gaan als we dus kinderen hadden. Wie gaat er nog met ons mee? Carmen. Carmen, ja. Martine Kerk, zie niet zo wie dat is. Goeiedag. Hoe heet u? U werd niet voorzien voor die vlucht. Nee, precies, nee. Allee, ah, ja, oké. De crew is altijd verschillend. Dus soms gebeurt het dat je 2 of 3 vluchten naar elkaar met dezelfde personen van de crew doet. Maar nooit helemaal dezelfde crew natuurlijk. Ik ben begonnen in 90, dus 6 jaar geleden.
Waarschijnlijk voor het onregelmatig leven. Dat is nog maar 2 jaar geleden dat ik op de lange afstandsvluchten ben. Dus eerst moet je altijd op Europa vliegen. Ik ben Aletta Koen en ik ben nu senior-pauzer voor deze vlucht. De voorziene vluchttijd is 7 uur en 25 minuten. We wensen u een prettige reis. Is hier rode wijn? Château Manuel of Souvenir Les Bonnes? Deze? Koelwater. 2. Tartine chocola. 2. Safari voor mij. Dolce Vita. En dan komt trio van lipstick 2. Onder enkele ogenblikken zullen wij de belastingsvrije artikelkoop aanbieden. Daarna zullen we de film vertonen. De klank wordt via kanaal 1 tot 4 uitgezonden. Om de kwaliteit van beeld te bevorderen, wordt verzocht de vensterbeen naar beneden te trekken. Dank u en veel kijkers. Is in orde. Ja. Dan ben ik speciaal. We zijn bij een uur vertraging betrokken, maar we zien dat we een vakjes op tijd. Ja, een ogenblikje. Het is kwestie dat ik alles moet uitleggen wat er moet gebeuren. De goede vluchten, ja, tot binnenkort. Ja, dag, hè? Ja. Wij zitten in Nairobi, in Kenia. Wij hebben gisteren heel de dag gevlogen. En we zijn gisteravond aangekomen en nu verblijven wij hier 3 dagen. Tot zaterdag. Wachten wij op ons volgende vlucht. En hoe voelt u zich zo na een lange vlucht? Onze eerste dag is al, dan gebeurt er eigenlijk niet veel. Dan zijn wij heel rustig. Wij slapen lang en wij proberen een beetje op ons krachten te komen terug. Ik heb tot 11:15 geslapen van de morgen. Ik ook zoiets. Alle bestemmingen zijn niet even leuk, spijtig genoeg. En er zijn maar heel weinig bestemmingen die nog leuk zijn. Dat is één hiervan. Dat is een van de weinige vluchten nog die we hebben, die we echt kunnen zeggen, we kunnen iets uitblazen en genieten nog. En wat het een rustig, aangenaam hotel is en een mooie omgeving, waar we enkele dagjes blijven. En dat kunnen we misschien wel een kleine vakantie noemen, maar kunnen we echt op onze positieve komen eigenlijk. Maar dat is een van de weinige. Zo dikwijls zitten we niet in zo'n paradijselijk oord. Het is heel dikwijls ook veel minder en ook vermoeiend. Als je Kinshasa bijvoorbeeld, daar is het eigenlijk niet veilig. In Kinshasa blijven wij in het hotel. Juwelen en zo op straat zullen jullie ons nooit zien dragen, nooit. Nee. Als wij morgen naar de markt gaan, dan ziet u ons met niks aan. Om de... Geen juwelen. Met niks aan. Iets meer, maar... Nee, maar alles... Dat zetten mensen aan, die hebben hier niets. Ze hebben geen geld, ze hebben geen kleren. Ze bedelen voor alles. Wow. Dus als wij hier buiten komen en wij kopen van alles op de markt, laat staan fruit of toeristische aankoopjes. Ze weten dat wij geld hebben. Ze weten het. We komen uit een hotel. Op deze landingsplaats en op andere landingsplaatsen ook natuurlijk tracht ik zo wat aerobieken of fitnessen. Ik zeg niet die machines, want dat steekt nogal tegen, zo altijd datzelfde. Maar op muziek heb ik graag iets te doen dat ik me zo wat kan uitleven en iets te doen. Men tracht het altijd de andere collega's mee te slepen. Ik ben getrouwd en ik heb 2 kindjes en dat viel niet meer te combineren eigenlijk. Ik voelde mij zowel op mijn werk dan thuis niet meer adequaat. Ik deed thuis niet meer wat ik wou. En ik zette mijn kinderen aan de kant om te kunnen voortwerken. En ik moest gaan werken. Ik had geen zin, want ik had thuis nog van alles te doen. En nu is dat dus een veel betere oplossing. Ik werk een maand. En dan, na die maand, ben ik een maand thuis. En zij weten dat ze over andere maand mij... in huis hebben.
Met mijn tweede heb ik een jaar verlof zonder wedden aangevraagd. En heb ik een lange tijd daarop moeten wachten. Pas na 7 maanden heb ik die dan bekomen. En dus een jaar thuis gebleven. En dat was wel goed dus voor mijn beide kinderen dat ik bij hen was. Soms had ik wel behoefte aan mensen rondom mij. Want ik voelde me zo in mijn potten en mijn pannen ingesloten. En dat was een periode voor mijn dochter waar ze zo mij overal volgde. En soms was het mij wat veel. Maar langs de andere kant, als ik dan er begonnen ben met vliegen, had ik ook hartpijn voor haar. Dat ik haar zo alleen moest laten. Dat ze zei, mama, als je vertrekt, ben ik triestig. Dan ga ik eens in je bed en dan riek ik je parfum en dan begin ik te wenen. En dan dat deed mij ook wel iets, natuurlijk. Wij hebben geen kinderen. En ik zie mij eerlijk gezegd ook niet met kinderen de twee vliegen en een kinderen. Voor mij gaat het niet. Ik heb mijn beslissing genomen. Mijn man is captain op DC-10. Hij is al een tijdje bij Sabena. En hoe dat ik hem leren kennen heb, was op vlucht naar Rwanda. We zijn vertrokken naar Kigali om middernacht, met heel veel problemen ook. En ik moet zeggen, ik had mijn man nog nooit gezien op Sabena. Nog nooit. En een goed oor ook. En we hebben elkaar leren beter kennen in Brussel, in België. En dan hebben we aan Sabena gevraagd of dat we eventueel samen konden vliegen. Er zijn ook wel nadelen aan. Ja, we kruisen elkaar wel heel veel. Dus we zien elkaar in uniform. Op Sabena, op de bank. Sleutels worden gegeven van de wagen. Ik ga naar huis, hij gaat op vlucht. En dat is zo wat ons leven, hè. Het is niet gemakkelijk. Er zijn veel weekends waar men werkt. Dus ik mis, ik word veel uitgenodigd op trouwfeesten van vrienden. Het topsel van mijn neefje heb ik niet kunnen bijwonen. Dus dat zijn dingen waar men geen vat op heeft. Toen ik bij Sabena begon, heb ik alleen mijn beste vrienden behouden. Ja. Het feit dat je thuis komt nu van lange afstand en zeggen van ik ben juist naar Afrika geweest en ik ben daar in de zon gaan liggen. Of, er zijn weinig mensen die daar tegenkomen. Zeg, zal ik jou eens helpen? Het is al dicht. We proberen altijd ons best te doen. De passagiers zoveel mogelijk tevreden te stellen eigenlijk. Dat is dikwijls heel moeilijk. En de ene keer lukt dat beter dan de andere keer. En dus verschillende factoren spelen een rol in moe aan boord komen. Lastige vluchten, volle vluchten. Moeilijke passagiers en blijven glimlachen. Moeilijke situaties met passagiers. Omdat je zegt, we vergeten het, zand erover, we beginnen opnieuw. Voor mij persoonlijk wordt het werk niet moeilijker, nee. Maar ik denk dat dat ook een beetje persoonlijk is. Iemand heeft veel dynamisme, anderen hebben het mee, minder. Dus kunt u zomaar niet zeggen, jong of oud, of het is heel persoonlijk. We hebben enorm veel moeten inleveren een paar jaar terug. En de stress wordt groter en groter. Ik kan het nog voor de moment aan, maar doordat ik misschien zal verouderen en ik weet niet hoe ik zal verouderen of dat ik het nog verder ga aankunnen om zoveel te vliegen. Gelukkig laat ons beroep toe om een halftijds te kunnen vliegen. Dus misschien wordt dat de oplossing in het vooruitzicht. Ik weet het niet. Ik denk wel, ik blijf erin. In ieder geval, voor de moment nog. Ja. Ik verlaat mijn job nog niet.